Yes, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Als jullie willen, smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Dat zou natuurlijk heel erg helpen bij deze video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de item shop met de code te veel gevraagd. En dit is de item shop van vandaag. We zien een nieuwe emote met copyrighted music, jammer genoeg. We zien daarnaast nog meer toffe items. Zoals bijvoorbeeld, even kijken. We zien hier beneden bijvoorbeeld de ninja skin, de loser fruit skin, die eigenlijk nooit meer terug zouden komen, volgens bijvoorbeeld de vrouw van Ninja, maar goed, alsnog teruggekomen. Natuurlijk niet te vergeten alle NFL skins en natuurlijk ook alle Marvel skins die op dit moment nog steeds te koop zijn tot het einde van dit seizoen. En de daily, niet te vergeten, in de daily zitten ook nog wel grappige dingetjes. Je kunt natuurlijk overwegen om onze code in te vullen. Wie dat ook heeft gedaan is Ruben. Ik heb deze items gekocht met jullie zak. Ik hoop dat ik in de ochtendvideo zit. Nou, bij deze Ruben, heel erg bedankt natuurlijk ten eerste dat je onze code hebt ingevuld. Een dikke SO naar jou en je zit in de ochtendvideo. Goed, laten we denk ik gelijk gaan beginnen met het eerste topic. Het eerste topic voor de laatste keer, het gaat eventjes niet over Fortnite, maar daarna gaan we direct starten. Natuurlijk moet het weer eventjes gaan over shop.veelvraag.nl. Namelijk, vandaag is de allerlaatste dag dat jij de limited merchandise kan kopen. Oftewel de Glow in the Dark hoodie en Glow in the Dark t-shirt. Ziet er super dik uit in het donker. Moet wel een beetje opladen door het licht. En daarna schijnt hij helemaal in het donker super dik. Je kunt natuurlijk overwegen om dat aan te schaffen. En daarbij kun je natuurlijk ook een kortingscode gebruiken. Namelijk een BF2020. Nog een paar uur heb je dus. En stel je wilt heel graag, dan moet je dat vandaag doen. Want het komt nooit meer terug in onze winkel. Goed, laten we nu echt gaan beginnen met Fortnite nieuws. Ik heb best wel leuke dingetjes. Laten we direct gaan starten. Ja, het eerste dingetje gaat natuurlijk er eventjes over hoe ver we zijn in dit seizoen. En ja, ik weet niet of ik het nog moet aankaarten, want we zijn er eigenlijk echt al bijna. Nog 3, 4 dagen moeten we wachten. We zitten ongeveer op 96%. Klopt niet helemaal, maar ongeveer op 96%. En we zijn er bijna. Namelijk, waarschijnlijk gaan we over naar het nieuwe seizoen op 2 december. Dus het gaat niet lang meer duren. Nog een paar dagjes. En dan komen we natuurlijk ook dicht in de buurt van het event. Ja, laten we daar eventjes over gaan hebben. Ja, het event dat gaat plaatsvinden op 1 december om 10 uur in de avond. Wij zijn er live bij. Ik hoop dat jullie er dus ook bij zijn bij onze livestream op YouTube. In ieder geval, Galactus, dat gaat natuurlijk een belangrijke rol spelen. Dat heb ik de afgelopen dagen natuurlijk ook al behandeld. Maar hier nog eventjes een plaatje van Galactus, hoe die er op dit moment uitziet. En het ziet er episch uit. Dit is ongeveer zijn laatste stage. Hij zal nog iets meer boven het water waarschijnlijk uitkomen, maar niet veel verder. En uiteindelijk gaat er waarschijnlijk iets groots gebeuren met hem. Ik denk dat hij echt dan gigantisch wordt en dat we dan misschien wel tegen hem moeten battelen. We weten het niet. Het gaat in ieder geval iets te maken hebben met een battlebus. Of battlebuses moet ik eigenlijk zeggen. En hier heeft Fortnite Game ook getweet: "You do know how to drive the battlebus, right?" En ze zeggen daarna: "Join the fight." En we zien deze battlebuses en ja, dit is dus echt super, super dik hoe die eruit ziet. En we moeten dus blijkbaar, of misschien, een battlebus besturen. Want ze vragen letterlijk of wij ze kunnen besturen. Nou, oké. Ik kan het waarschijnlijk niet. Maar in ieder geval, het ziet er grappig uit. En ik ben nu wel heel erg benieuwd ook wat er gaat gebeuren met battlebuses. Misschien gaan battlebuses wel gewoon verdwijnen, hè? Misschien krijgen we wel iets nieuws. Zou kunnen dat ze nu worden ingezet als een soort van laatste wapen tegen Galactus. Het zou kunnen, maar we weten het niet. Dan het volgende dingetje. En dat gaat eventjes ook over de battlebuses. Namelijk hier heeft Fortnite weer een beetje lopen trollen met linkjes. Ze zeggen erin: "Laser go pew pew." Dus er komen waarschijnlijk lasers die pew pew gaan doen. En wat dat precies inhoudt? Ja, waarschijnlijk gewoon schoten of zo. Geen idee. In ieder geval, er gaat iets groots gebeuren. Dat is absoluut een feit. Trouwens, er is nog wel een grappig dingetje gaande. Namelijk, in-game is op dit moment de final stage van de countdown te zien. Dus dan zie je op dit moment dus dit. Dat is wel interessant op zich. Waarom die error nu in beeld staat. Ik bedoel, waarom geen timer of zo? Ik weet het niet. In ieder geval, op dit moment is dat te zien. En we weten in principe toch al tijdstip al. Namelijk, ja, nogmaals, 1 december om 10 uur in de avond. Een best wel chill tijdstip eigenlijk voor Europa. Want bijvoorbeeld in, even kijken, ja, richting het oosten. Dus bijvoorbeeld China of zo, heb je echt roltijden. Dat is gewoon midden in de nacht.
Maar gelukkig zitten wij nog redelijk chill. Iets later in de avond. Ik denk dat velen van jullie gewoon wakker wel blijven. Mogen wakker blijven. Ja, dat probleem hebben sommigen ook natuurlijk. Ja, vraag het aan je ouders of verzorgers. En wie weet mag je erbij zijn. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje alweer. Ja, dit vond ik gewoon eventjes een interessant ding om te laten zien. Namelijk een Fortnite developer, die heeft een filmpje gereleased met hoe ze de map hebben gemaakt in een programma. En het ziet er zo interessant uit dat ik het eventjes wil laten zien. Het is niet de hoogste kwaliteit. Ja, hogere kwaliteit is er gewoon niet. Maar laten we gewoon eventjes gaan kijken. Oké, dat ziet er zeker weten smooth uit. Echt, hoe ze die eilanden zo snel kunnen maken. Nu snap ik het eindelijk. Ja, oké. Met die reden kunnen ze waarschijnlijk ook best wel grote map changes best wel snel maken. Maar ja, ik vond het gewoon eventjes interessant om jullie te laten zien. En in principe zou iedereen dit kunnen maken volgens mij in dat programma. Moet je wel dat programma hebben. Ik weet niet hoe het heet. Ik heb geen onderzoeken naar gedaan. Maar het zou in principe moeten kunnen. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat je hebt genoten. Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg helpen bij de video. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En vandaag is de laatste dag dat je onze merchandise kan halen. Of ja, de limited merchandise. Namelijk de Glow in the Dark hoodie en natuurlijk het t-shirt. Ja, die zijn op dit moment dus nog steeds te koop. Maar vanavond om 12 uur volgens mij in mijn hoofd. Dan zal die voor altijd verdwijnen uit de winkel. Stel je wil hem nog hebben, moet je snel zijn. Je kunt de kortingscode BF2020 gebruiken. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Peace out.